Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe YouTube video. Het is vandaag woensdag en dit is de situatie in mijn keuken. Ik ben nog niet veel thuis geweest deze week. As you can see, het is ook echt vuil en rommel. Oh. It's a mess, hè. Nu ben ik even thuis, maar ik ga heel snel middageten maken en dan moet ik naar Hasselt naar de gemeente voor iets te gaan halen. En ja, Melky. En dan deze avond ga ik ook nog eten met Celine. Ik ga jullie meenemen vandaag. What's for dinner? We hebben salm. Allee, dinner. Lunch. Ik ben ook net gaan sporten met Celine. Maar we hebben dus salm. Filet, of hoe noemt dat? Salm. Ja, salmfilet. En we hebben stoomgroentjes met bloemkool, worteltjes, speultjes. En dan ga ik gewoon in de microgolf stoven. Hier zit geen kruiden of zo op, dus het is wel vers. Alleen niet vers, maar wel niet zo slecht. Maar omdat ik anders geen tijd heb, ga ik deze maken. En dinner, of lunch bedoel ik, is served. Ik weet het, mijn bord ziet er vettig uit, maar eerst was mijn zalm nog niet te goed gepakken, dus nu wel. Ik ben ondertussen terug thuis. Ik weet niet wat het laatste was wat ik heb gefilmd, maar ik denk mijn eten of zo. En ik ben nog snel naar de IKEA geweest. Want ik was in Hasselt. Ik moest daar op de gemeente zijn. En ik ga jullie mijn truien laten zien. Ik heb geen plaats voor mijn truien. Wait for it. Oké. Dus, een deel van mijn truien ligt hier bij mijn sportkleren gepropt en daar gepropt. En een ander deel is hier gepropt. Maar dat zit echt allemaal naar achter, dus ik zie ook niet welke truien ik heb en zo. Dan heb ik nog zo'n rek, maar dan maar één deel. En ik denk niet van hetzelfde. Ik denk hetzelfde als deze die hier staat, van diezelfde lijn, maar dan zo de helft. Dus dan kan ik daar nog mijn truien inzetten in de dressing. Oké, ik heb nog een klein uurtje voor ik naar Celine ga vertrekken. Dus ga ik snel nu in elkaar zetten. Erin. Woep woep. Hier zijn mijn truien. Is het nu echt al vol? Kijk, dat is zwart. Dat ziet je niet eens. Dat is gewoon een vak. Maar ik denk dat ik daar bovenop ook nog wel zo'n bak of zo ga zetten. Zo eentje. Kan ik daar ook nog dingen in doen. En dit moet ik nog even opruimen. Maar dan ziet het er zo uit. Ik ga dit nog een beetje opschuiven. En ik ga dit nog verhangen. Maar dat ga ik nu niet meer doen. Of misschien snel. Jawel, snel. This is how we do it. Nu ga ik me klaarmaken en dan ga ik vertrekken om sushi te gaan eten met Celine. Oké, ik heb me heel snel op 5 minuutjes omgekleed.
ga er snel andere oorbellen in doen. Ja, schat. Waar ben je? Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Oké. Nou, gelukkig gaan die van High Hard het echt zo gemakkelijk. Oké, zo. En dit is mijn outfit. Wit t-shirt is Gina Tricot. Al mijn juweeltjes zijn High Hearted. Blazer is Naked. Broek en botjes zijn van Totally Too. Omdat mijn baby's zo flink zijn. En oh, ik ga jullie zetten. Weer alleen zijn nog garm. Ga ik ze een bakje geven. Krijgen die maar heel soms. Nu is het al denk ik een maand en een half of zo geleden. Want Milky die geeft wel soms over van natvoer. Of heeft soms een ree van natvoer en is langharig. Dus dat is niet zo aangenaam. Maar ze eten een Glorious Fish and Chicken van Edgar & Cooper. Ik ben aan twijfel als ik een jas ga meenemen, want het is vandaag niet zo koud. Maar ik heb er sowieso nog één in de auto. Dus ik ga die misschien pakken en... Ah, nu wist ik niet meer waar mijn gsm was. Got it. En de sushi is er. Yummy! Smakelijk, hè, girl. Het is de volgende dag. Hey, aan mijn jogging. Ik heb zo net heel het appartement gekuist, proper gemaakt. Hier is alles netjes. Dit moet ik nog terug in het midden zetten. Tada! En de afwas is gone. Woehoe! Dit moet ik ook nog opruimen. Of nee, ik ga zelfs deze insteken. Maar dus, jee, ik ben een wasje aan het draaien. Super happy dat alles terug proper is. Maar nu ga ik thee drinken, denk ik. Want het is 2:30. En ga ik monteren mijn laptop. Want dan moet weer gebeuren. Altijd als ik denk, ik zit voor, dan is dat niet. En dan... moet ik terug beginnen monteren. Maar ja, oké, ik vind dat gelukkig wel leuk. Dus dat ga ik doen. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Doei!